De beeldende kunstenaar Kitling John Pianghi heeft gisteravond een nieuwe serie kunstwerken gepresenteerd onder de titel Caged. Het idee voor deze expositie ontstond bij de kunstenares vanuit de beleving dat een mens opgesloten of gekooid is door politiek, religie en corruptie. Elke eerste donderdagavond van de maand organiseert de ReadyTex Art Gallery een evenement waarbij een kunstenaar aan het woord komt of waarbij een onderwerp over kunst wordt belicht, zegt John Pianghi. Ben ik gekomen met een serie nieuws van nieuw werk en die serie heet Cage. Maar ik heb ook nog oud werk is te zien. En er is ook nog werk van andere collega-kunstenaars ook te zien. Ik heb het zodanig samengesteld dat het allemaal mooi bij elkaar past. Wat was er zo speciaal aan vanavond? Voor mij is het dat ik een nieuwe serie kon laten zien. En die nieuwe serie is getiteld Caged. Wat was de inspiratie? Ik voelde me al een aantal jaren voelde ik me zelf erg caged en ook met een heleboel dingen van die aanslagen in de wereld. En het idee van caged begon steeds meer te leven. Ik begon steeds meer te filosoferen over het feit dat de mens gecaged is. Het kan gecaged zijn door politieke systemen, door corruptie, door religie en zo nog meer. En dus toen begon het steeds meer in mijn hoofd te spelen. En als beeldend kunstenares wilde ik er wel vorm aangeven. Ik wilde het uitbeelden. En dus toen ben ik begonnen. En ik heb al toen net ook al verteld dat ik ben begonnen met schetsen te maken. En dat ik dus verschillende aspecten van het cage zijn heb verwerkt toen in die schetsen. En die schetsen weer verwerkt in de houtsneden. Maar ik heb uiteindelijk gekozen om die serie te maken rondom de vogel die gecaged is. Ik zie de vogel als een free spirit. En dus de free spirit is gecaged. Angie is 40 jaar geleden afgestudeerd aan de eerste erkende MOA-opleiding tekenen in Suriname. De kunstenares heeft naast Suriname ook veel buiten geëxposeerd en heeft in 2013 een internationale prijs gewonnen. Zij roept dan ook de Surinaamse beeldende kunstenaars op om meer mee te doen aan internationale competities. Volgens John Pianghi is zij de drager van het woord. Beeldend kunstenares Kitling John Pianghi. Gisteravond tijdens de Thursday Night Feature van ReadyTex Art Gallery, waarbij zij haar serie kunstwerken onder de naam Caged heeft gepresenteerd.